1 miljoen cash of hairdresser of the year? 1 miljoen cash. Dan kies ik zoiets over hairdresser of the year. Ik zou kiezen voor 1 miljoen cash omdat ik heel graag naar het buitenland wil met een omgebouwde camper en klanten on the road wil knippen in een mooie natuur. Dat was nog te snel eigenlijk, hè? Topkapper of topondernemer. Kapper of topondernemer. Klopt die zin? Dan ga ik voor topondernemer. Ik ben momenteel heel erg bezig met het laten groeien van mijn bedrijf. En dan nu? Oh, raak je nu? Instagram of TikTok? Ik ga dan voor TikTok, omdat ik met TikTok meer mensen van mijn eigen leeftijdsdoelgroep kan bereiken. ZZP'er of werkgever? Kies ik voor werkgever? Nee. Voor ZZP'er, omdat je dan gewoon veel meer vrijheid hebt en je eigen ding kan doen. Sporten of feesten? Sporten, omdat ik het fijn vind om na een lange werkdag mijn hoofd leeg te maken in de sportschool. Backstage of onstage? Momenteel ga ik heel erg uit mijn comfortzone. Ik blijf liever achter de schermen. Maar ja, dat waren ze toch?